Goedendag, dit is Kleurnet en we gaan vandaag weer eens in op de lokale politiek. De laatste maanden van het jaar zijn altijd heel belangrijk omdat dan de begroting aan de orde komt. Nou, wordt het in Amsterdam een beetje buiten de orde geregeld. De beelden die u hier ziet waren van afgelopen woensdag en toen werd de begroting voor het jaar 2000 formeel al aangenomen. Dat is een beetje vreemd, want de beraadslagingen gaan pas de komende maanden komen. Maar de gemeentewet schrijft voor 15 november moet de begroting zijn behandeld. En in Amsterdam hebben ze daar dus een truc voor gevonden. Ze nemen hem eerst aan en gaan daarna alleen maar praten over de wijzigingen. Niet helemaal correct, eigenlijk een beetje flauw van de grootste gemeente van het land, die dat toch beter zou moeten regelen en zich binnen de grenzen van de wet houdt. Maar het is een soort afspraak tussen de partijen om zich wat meer tijd te gunnen om over die begroting te delibereren. We gaan daarover eens praten. U ziet overigens, op de publieke tribune is toch maar weinig belangstelling. Dat is de ambtenarentribune. U zag daar Ton van het A2000 protestcomité. Hij is nu weer bezig met het elektriciteitsbedrijf, de klachten daarover. Kortom, er zit een enkele activist op de publieke tribune. We gaan eens even praten met de heer Halbertsma. Hij is van de PvdA, hij is de financieel specialist, maar hij is ook bankier, dus hij weet echt waar hij over praat. En we gaan met hem praten over die hele begrotingszaak. Hoe zit dat nou in elkaar? Hoe belangrijk is dat voor Amsterdam? Om welk bedrag gaat het? Kortom, wat is er aan de hand? Begrotingsmissieve Amsterdam. De gemeente Amsterdam geeft geld uit. Een heleboel. En dat moet geregeld worden. Daar moet een begroting voor zijn. Vandaag is de begroting formeel aangenomen. Meneer Halbertsma, kunt u eens uitleggen hoe dat nu zit? U bent financieel specialist voor de PvdA. Ik wou u vragen hoe dat nou zit met zo'n hele begrotingsbehandeling. Want vandaag hoorde ik in de gemeenteraad dat de begroting al is aangenomen. Hoe kan dat nou? Nou, dat is inderdaad een beetje een technisch vraagstuk. Op dit moment nemen we de begroting en daarmee de begrotingsvoorstellen van het college van BMW integraal aan. Maar vervolgens kunnen we allemaal aanvullende begrotingen gaan doen en wijzigingsvoorstellen in de begroting. En dat zullen we ook gaan doen de komende anderhalve maand. Waarbij we zo goed mogelijk precies invullen wat we werkelijk willen hebben. Maar ik geef onmiddellijk toe, dat zijn marginale wijzigingen. Maar vanwege de wet van de Rijksoverheid moeten we voor 15 november die zaak definitief als gemeenteraad vaststellen. Dus het is eigenlijk een beetje een omweg. Het zo zou moeten zijn dat de zaak behandeld zou moeten worden wettelijk voor 15 november. Nu wordt er gezegd, weet je wat, we doen formeel, kiezen we het, keuren we het goed. Want dan halen we die termijn en dan gaan we lekker in december nog eens praten over wat we werkelijk gaan doen. Nou ja, dat betreft dan marginale verschuivingen. Kijk, we zitten met een heel breed gedragen college. En laten we heel eerlijk zijn, de plannen zijn, we zijn het over 97% eens. En over de laatste 3% kunnen we dus steggelen en wijzigingsvoorstellen in gaan dienen. Daar gaat het om. En, stel nu dat u dus geen meerderheidscollege zou hebben en er wel enorme kritiek is, dan is dit toch een procedure die dan ingeburgerd is, waarbij de wettelijke termijnen eigenlijk een beetje... Ik denk dat dan een aantal fracties ook daar grote problemen mee zou hebben. Maar we hebben juist die hele begrotingssystematiek zo omgegooid dat we zo adequaat mogelijk op alles wat er gebeurt in de maatschappij ook financieel kunnen reageren. Dus we stellen de begroting voor volgend jaar in zijn invulling, als we zoveel mogelijk weten, zo laat mogelijk vast. Aan de andere kant hebben we de grote lijnen van deze begroting al veel eerder vastgesteld. We hebben eigenlijk voor de zomervakantie in juli hebben we het college in grote lijnen meegegeven waaraan wij willen dat de gelden worden besteed. En met name de extra gelden die er gelukkig volgens gaat. Dus u gaat nu kijken of wethouder Groen, die gaat over de begroting, dat een beetje aardig heeft verwoord en vertaald in uitgaves. Precies. En dat is dus... En inkomsten, hè? En inkomsten. We kijken ook naar de inkomstenkant, maar met name ook aan de uitgavenkant. En wat dat betreft is dit boekwerk zo lijvig geworden als het is. Want er staat gewoon per begroting... Nogal ja. Fors boek, ja. Heel dik. Hoeveel pagina's? Ik dacht 700 of 800 of zoiets dergelijks. En dan hebben we, als het niet genoeg is, hier nog een klein boekje met alle getallen er apart bij. Ja, ja. Maar het is een boek waar je als gemeenteraadslid echt wat aan hebt. Want per onderdeel staat er precies in. Of het nou over het parkeerbeleid, over subsidies, culturele subsidies staat er precies in wat we hebben afgesproken. Wat er van waarschijnlijk dit jaar gerealiseerd wordt. En wat
we eerder hebben afgesproken om voor volgend jaar te doen. En dat wordt vervolgens ingevuld. Nou, dan bent u financieel specialist en u werkt ook bij de beurs en zo. U weet allerlei dingen. Een van de belangrijke dingen in Amsterdam is natuurlijk dat we heel veel geld hebben. We hebben honderden miljoenen en die krijgen we op voorhand van het Rijk. En de politie speculeerde daar wat mee. Sommige mensen in uw fractie waren daar geloof ik niet mee eens. Nou, daar was ik onder andere. Vind dat je niet met overheidsgelden hoort te speculeren. En, ik heb op een gegeven moment gehoord dat het ze zelfs min 2 miljoen, dus 2 miljoen in de min stonden op een gegeven moment met die speculatie. 35 miljoen in de plus en 2 miljoen in de min. Dan weet u meer dan ik. Het lijkt me knap, want zij kochten van de ontvangen rente kochten zij opties. En opties die kunnen geen negatieve waarde vertegenwoordigen. Als je de gekochte opties niks aan verdient, dan heb je het toch wel de kosten van de optie. Ja, dan zou je de kosten hebben. Het zou kunnen. Ik kan me anderzijds niet voorstellen dat het dit jaar zo slecht is gegaan. Maar het ging ons om het principe dat je als overheidsdienst niet hoort te speculeren met gemeenschapsgelden. En daarom hebben wij daar eerst een artikel over geschreven. En inmiddels is deze zaak ook door het college van burgemeesters is die gecorrigeerd. Maar de wethouder van de A zei dat hij er minder moeite mee had. In eerste instantie minder moeite. Van de A die heeft natuurlijk ook de positieve kant van het geheel belicht. Maar uiteindelijk ook gezegd, het is misschien beter als we dit soort dingen gewoon ten principe niet doen. Nou, toch, u bent bankier en nou zitten we bij... Ik wil even wat zeggen, dit heeft om niets met de begroting te maken. Dit is de begroting van... Nou, ik wou er even op komen, want nou kijk ik... De politie staat helemaal tegenwoordig buiten. We zitten nog wel in het college van korpsbeheerder. Maar de hele begroting, alles gaat rechtstreeks via het Rijk. Minister Peter. Niks meer over te zeggen. Maar de gemeente heeft, ik kijk hier op een van die statistiekjes, dat de gemeente in 1993 15 miljard gulden langlopende geldlening had. Dat is nogal een kluit geld. Ja, nee, de balans, alles wat de gemeente leende, is in de loop der jaren enorm snel ingezakt. Dat heeft met allemaal technische financieringsoperaties te maken, waar het Rijk allemaal schulden heeft overgenomen. Maar ook dat het op dit moment heel erg goed gaat. Dat was in 1993. Ik zie hier in 1999 hebben we nog 5 miljard geleend. Ja, en dat heeft ook mee te maken dat we eigenlijk de afgelopen jaren vrij weinig grote investeringen hebben gedaan. En nou, dat gaat er nu weer aankomen. Noord-Zuidlijn, die wordt ook wel weer... Daar was van de week een plan over. Hè? Amsterdam gaat 20 miljard investeren samen met de ondernemingen in de verbetering van de stad. Nou, dat soort plannen hebben wij op dit moment. En die bedragen, die klinken gigantisch. Maar dat gaat ook weer over een reeks van jaren. Maar het is onze bedoeling of onze inzet, en de Partij van de Arbeidsfractie deelt die ook, om te proberen met andere belanghebbenden en andere clubs die de middelen hebben, denk aan de grote ondernemingen, om een aantal hele grote investeringen in deze stad te doen. Die ook nodig zijn om wat betreft het onderhoud van de stad, maar ook om het aantal voorzieningen te verbeteren. Nou, een van de meest in de oog springen op dit moment is het hele vervoer- en transportvraagstuk. Je zou er ook aan vast kunnen koppelen het hele probleem van de parkeergarages hier in de stad. Iedereen die hier door de stad probeert te fietsen en te lopen, wordt platgereden door het blik. En bovendien, men kan eigenlijk nergens langs door alle... Omdat de blik stilstaat. Omdat de blik stilstaat. Nou, misschien moeten we daar eens wat aan doen. Het Visserplein weer openmaken of zo? Dat zijn geen investeringen van een paar miljoen, maar dan kom je inderdaad al gauw op hele grote bedragen. En dat geldt ook voor andere terreinen. Nu krijgen we een volgende fase in die behandeling van die begroting. Alle partijen gaan zitten snuffelen in dit hele dikke boek dus van 700 pagina's en die gaan met amendementen komen. Die zeggen, kunnen we daar een beetje meer en daarmee minder? Dat is een soort ritueel spel en dat zakt af tot het niveau van 20.000 gulden voor die vereniging of een ton daar. Maar nou kijk ik even naar zoiets als de renteontwikkeling. We hebben dus nog steeds 5 miljard uit de markt geleend. Dan staat hier een soort voorspelling over de marktrente dat die op 3,5% zou staan. Nou, ondertussen weten we dat die weer omhoog is gegaan. Dat is op 5 miljard gulden, is een procent extra, is alweer 50 miljoen. Hè? Dan moet ik altijd lachen om die 20.000 gulden waar ze ruzie over maken. Nou ja, dat is inderdaad. Aan de andere kant moet u bedenken, voor een hele hoop groepen is vaak een investering van, ik heb hier ook wel zo'n 2.000 gulden subsidie gehad. Kan voor individuele burgers heel belangrijk zijn. En die verdienen net zoveel aandacht als dit soort dingen, renteontwikkeling of andere grote investeringen. Ja, dat begrijp ik. Maar ik hoor nooit een
iemand uit de gemeenteraad een vlammende toog houden over het beter omgaan met de renteontwikkeling en over beleggingen. Maar wel over die 2000 gulden voor een groep. Terwijl je heel veel groepen van 2000 gulden zou kunnen doen met een procentje meer renteopbrengst. Ja, dat soort dingen trekt niet de aandacht. En daar heb ik ook wel eens als financieel woordvoerder enorm de pest in. Ik heb vorig jaar enorm veel aandacht besteed aan de efficiëntie van dit apparaat. We geven hier met z'n allen 8 miljard gulden uit. Als je dat 1% efficiënter zou doen, dus niet aan dingen waar het eigenlijk niet aan nodig is, of zeg maar dingen handiger in elkaar te schroeven en te maken, zou je op 8 miljard dus een enorme besparing kunnen bereiken. Nou, vlammend betoog overgehouden, meneer Groen, nog een keurig antwoord, staat ook overal verwerkt in deze begroting. Van de pers 0, niets, geen aandacht. Ik heb het echt gehouden, de pers bij elkaar. Komt dat omdat die studio van 4 ton hier nog niet is? Het zou kunnen, maar aan de andere kant, de contacten met de pers zijn uitstekend. Maar als ik als raadslid iets zeg over de kwaliteit van de hondenpenning, is dat hoogst interessant. En als het gaat om investeringen in en uit het vereveningsfonds, om eens iets te noemen, van vele honderden miljoenen, is daar meestal geen aandacht voor. Okay. Dat is de structuur van een politicus. Vandaag stond er weer in het Parool een stuk dat er 100 miljoen door de gemeente wordt uitgegeven aan adviseurs en dat soort dingen. Dat komt eigenlijk vanuit het hart van de gemeente. Dat is geld wat uitgegeven wordt aan advies, dat soort zaken. Kunt u nou in deze begroting, heeft u kunnen bespeuren welk bedrag van de begroting daar wordt uitgegeven en of dat een beetje efficiënt wordt gedaan? Dat staat erin. Er wordt ook uitvoerig over gerapporteerd hoeveel geld aan adviseurs kwijt zijn en hoeveel procent dat is van de totale personeelslasten. De adviseur is altijd een heel moeilijk ding. De ene kant kan je daarmee soms expertise aantrekken die je gewoon niet onder je personeel hebt. Neem maar zoiets, de hele Noord-Zuidlijn, het onderzoek daarnaar. Dat zijn natuurlijk. Nou, wat dacht u van het GVB bijvoorbeeld? Ja, hooggekwalificeerde ingenieurs. De begeleiding van de verzelfstandiging van het GVB. Een bedrijf waar 4000 man werken. Daar moet je advies over van buiten inroepen. En dat is duur. Alleen dat zijn niet alleen hooggekwalificeerde, maar ook mensen met een hele specifieke expertise. Dus dat moet je van buiten inhuren. En daar moet gewoon begrotingsruimte voor zijn. Een heel ander vraagstuk is, en dat gevoel krijgen we als gemeenteraad ook heel vaak, dat er wel heel veel consultants Heel veel ambtenaren via een omweg. En of dat altijd wenselijk is, dat vragen we ons af. Nou, daar hebben we nu ook van met het college samen afgesproken dat daar echt paal en perk aan gebonden moet worden. En bijvoorbeeld dat het afgelopen moet zijn dat een ambtenaar die hier soms met een riante regeling weggaat, even later wordt teruggehuurd via zijn consultancybureau of wat dan ook, om precies hetzelfde werk te gaan doen tegen een drievoudige prijs. Wat de burger zich misschien ook afvraagt is van er is een begroting. En ik neem aan dat dan een beetje gecontroleerd wordt op dat geld wordt uitgegeven en of wat overblijft. En dat meneer Groen daar wel op rapporteert. Maar is er ook een soort controle 1 keer per jaar door de gemeenteraad van jongens, hebben we het wel goed gedaan? Ja, dat hebben we ook. Dat is het voorbeeld van een debat waar nul letters in de pers over zijn gewijd. En ik heb hier bij Salto en AT5 heb ik hier ook niet over. We hebben hier een heel groot debat gehad over de afrekening van 1998, een maand geleden. Absoluut geen aandacht voor. Waarbij we met name op een aantal terreinen waar wij vonden dat de zaken niet goed zijn gegaan. Bijvoorbeeld de manier waarop de sociale dienst hier gerund en beheerd wordt. Hebben we uitgebreid over gedebatteerd en gezegd zo moet dat niet en zo moet het beter. Nou, een van de redenen dat dit boek zo dik is, is dat die hele controlcyclus, zoals wordt genoemd, niet alleen kijken waaraan je iets gaat uitgeven en dat tot op 20.000 gulden precies. Nee, ook kijken of je het daadwerkelijk doet en of die bestemming ook zijn nut heeft gehad, dienstig is geweest. Nou, dat wordt hier met een duur woord planning en controlcyclus genoemd. Die is 2 jaar geleden opgestart. We hebben dus eerst planning gehad, dit jaar de uitvoering. Volgend jaar krijgen we de echte control. Dat maakt het pas echt interessant. Want er zijn, als u de begroting doorleest, er zijn talloze posten waar enorme overschrijdingen of het omgekeerde onderschrijdingen in zitten. Waarbij je moet afvragen, goh, je kan wel van plan zijn op bepaalde gebieden heel veel geld uit te geven. Maar als dat er toch niet van komt, waarom doe je dan? Nou, heeft de overheid zoiets als een rekenkamer? Ik zie dat als een soort boeman achter de deur. Als er nou niet een beetje zit het te rommelen of het is niet goed gegaan, dan hoor je 2 jaar later, en heel erg achteraf natuurlijk, van in 1996 is dit of dat fout gegaan. Dat staat dan in de krant, dat geeft een
toch wel een zeker effect. Hebben we in Amsterdam zo'n soort achteraf controle door een onafhankelijk instituut? Niet onafhankelijk, dat is de rekeningcommissie. Dat zijn dus een aantal raadsleden hier in de Amsterdamse gemeenteraad. Op dit moment onder voorzitterschap van Bea Ierik. Die dus dat werk doet, niet helemaal op de manier van de rekenkamer. Want dat zijn dus geen specialisten. Want gedeeltelijk hebben we hier ook nog de accountantsdienst rondlopen. De gemeentelijke accountantsdienst, die best wel gemeentelijk is, maar toch een heel erg onafhankelijke positie inneemt. En die ons voortdurend ook rapporteert, met name ook de dingen die niet kloppen of te veel kosten. Of buiten. Toen daar vragen over gesteld werden, een paar weken geleden door Wim Paquet over dat GVB en de declaratie, toen werd er gezegd, ja, wij sturen de accountantsdienst daarin niet aan. Nee, maar dat waren ook vragen van zo volstrekt mineur niveau. Bovendien, dat ging over wat declaraties van de directie. Ja, ministers over naar huis natuurlijk in Nederland. Ja, die zijn nog niet naar huis. Maar die zouden naar huis gaan als men dat in eigen zak had gestoken. Nou, dat is in dit geval ook niet. Daar was niet eens sprake van. Dat durfde zelfs meneer Paquet niet te beweren. Nee, dat had niks met zeg maar de boekhouding en de richting waarin je het wil uitgeven te maken, dat hele dossier. Toch zal de gemiddelde burger in Amsterdam kunnen constateren dat er meer mensen rijk worden, maar ook meer mensen arm. De verschillen nemen toe. U bent van de PvdA. Wat kan nou een arm mens, laten we zeggen iemand die beneden de welstandsgrens zit, voor hoop putten uit zo'n begroting? Zit daar nou iets in waarvan je zegt, nou, daar worden wij als armere mensen beter van? Zijn er verschuivingen in bijvoorbeeld lasten die ten goede komen aan de laatst betaalde? Nou, de ouderen, dat soort. Nou, er zijn genoeg groepen hier in deze stad die het moeilijk hebben. Nou, ik denk dat we daarin als gemeente Amsterdam, met al dat geld wat we hebben, ook al die verplichtingen, nog altijd binnen de marges van alles bijsturen. Een van de dingen die we nu van plan zijn. Vorige keer hebben we de zalmsnip, die 100 gulden, hebben we gewoon uitgedeeld. Nu wordt gekeken of we dat geld toch niet wat gerichter bij diegene die het echt nodig hebben, terecht kunnen laten komen. Het is ook nog zo geweest dat een heel aantal mensen dat geld niet heeft gekregen, omdat ze geen giro-rekening of wat dan, in ieder geval het niet hebben gekregen. Het lijkt me dat ook de organisatie van zoiets bijna meer kost dan 100 gulden per persoon. Als je dat, Precies, dat moet je ook altijd afvragen. Wat wil je daarvoor overhoop halen? Maar in dat soort bijsturen van dat soort dingen, ook het ondersteunen, het kwijtscheldingsbeleid, de gemeentelijke kredietbank, dat soort dingen, daar geven wij een hoop geld aan uit. En dat is de kredietbank bijvoorbeeld en de instituten voor schuldsanering voor mensen die hopeloos zijn vastgelopen, vaak in hun leven, maar vaak ook financieel. Nou, daar geven wij als gemeente Amsterdam steeds meer aan geld aan uit. En wij hopen, en wij als PvdA-fractie willen daar nog meer van maken in de toekomst. Niet alleen inkomensoverdrachten, maar ook in voorzieningen voor dit soort mensen. Nou, en dat is eigenlijk een rode draad die door die hele Bijbel heen. En misschien moet u uw voorlichtingsafdeling om het gemeentehuis toch maar eens vragen om eens een leuk, die 700 pagina's, 695 pagina's, in een paar simpele boekjes te vertalen, zodat de burger ook eens begrijpt wat al dit soort begrotingsmissives inhouden, want het is heel ingewikkeld, hè? Ja. Nou, dat vind ik aardig dat u dat zegt. Ik heb zelfs een paar maanden geleden, alleen van de voorjaarsnota, heb ik een krantenknipsel uit een echo, niet een echo, maar een blaadje van een kleine provincie in het land, waarin de gemeente op twee krantenpapieren uitlegt wat ze eigenlijk met de centen van de burger doen gaan. Heel concreet, bruggen, scholen, dat soort dingen. Plaatje erbij, wist je het precies. Nou, dat kon je zo uitvouwen en dan wist je waar je aan toe was als burger van die gemeente. Amsterdam heeft de gemeente recht op 10% van de zendtijd van Salto en AT5. U kunt dat ook een keer komen uitleggen? Nou, precies. En ik denk ook dat we, wat dat betreft, we hebben een geweldige communicatieafdeling. Er werken tientallen mensen, dat we ons daar zo op moeten focussen. Aan de andere kant moet je ook heel eerlijk zijn. We spreken niet hier over de gemeente Lutjebroek, maar over de gemeente Amsterdam. Wat is het totale bedrag van de begroting? 8 miljard gulden. Wat aan tientallen activiteiten wordt uitgegeven. Dus simpel zal het nooit worden. Maar met name die dingen die elke burger hier in de stad direct gaat merken. En dat we die eens even op een rijtje zetten en op een fatsoenlijke manier presenteren, ben ik helemaal met u eens. Dat zou een stuk beter kunnen. Want 8 miljard gulden met 800.000 Amsterdammers, zoiets in die buurt, is dus 10.000 gulden per Amsterdammer wordt er per jaar uitgegeven. Ja, daar komt het op neer. Oké, dank u wel. We komen dus nog wel terug op die begroting. Want daar komt dus nog een heel debat om over. De burgemeester is ondertussen
terug. Hij ziet er wat magerder uit, maar hij is heel humoristisch en blij. Wij wijzen even op het feit dat u hier de camera's van AT5 weer rustig midden in de raadzaal ziet staan. Wij mogen vanaf de perstribune filmen en één stap daarbuiten. Dan worden we door de mensen van de afdeling voorlichting weggejaagd. Maar ja, er zijn ook twee soorten televisie in Amsterdam. De gesubsidieerde televisie, die heet AT5. En die mag staan waar ze willen. En Kleurnet. Maar oordeelt u zelf. Wie brengt nou eigenlijk meer politiek en meer politiek zonder dat we daar zelf een mening over hebben? We laten de politici in ieder geval ruim aan het woord. Ze kunnen hun denkbeelden naar voren brengen. En wat dat betreft, we gaan ook als Kleurnet zendruimte geven aan politieke partijen tegen kostprijs. Een paar honderd gulden per uitzending. Daarvoor krijgen we ons cameramensen en een camera en ruimte in onze studio. En dan kunnen alle politieke partijen, ook bijvoorbeeld Leefbaar Amsterdam, maar alle politieke partijen in Amsterdam zendtijd krijgen. We vinden namelijk dat behalve de coverage die wij geven, dat wil zeggen vanuit de visie van Kleurnet en van alle mensen die voor Kleurnet programma's maken, ook de partijen zelf maar eens moeten melden wat ze nou te melden hebben, wat ze vinden over bepaalde zaken. Daar geven ze ruimte voor. Dus dit is een uitnodiging aan alle politieke partijen. Kom eens. We zullen u helpen om een leuke uitzending te maken, maar u moet het presenteren, u moet het doen. Want politiek mag best op de televisie en laten we het eens wat leuker maken. Nou, wat dat betreft dus nog hopen we ook dat alle dikke verhalen die er nu zijn over een nieuwe studio in het stadhuis, 4 ton zou die moeten gaan kosten. Dat vinden we wel erg overdreven. En het is duidelijk dat vooral AT5 daar dan weer van profiteert. Want wij hebben aan een heel klein cameraopstellingje en een beetje latex op de muur, want die witte achterwand, daar zijn we niet helemaal gelukkig mee, genoeg. En we hebben begrepen dat ook Salto best wel interesse heeft in een studio, maar dan een studio waar ook wat andere programma's gemaakt zouden kunnen worden. Dus eigenlijk in het stadhuis een wat meer algemene studio. Een plek waar iedereen terecht kan om programma's te maken die dan best wel over politiek mogen gaan, maar misschien iets breder dan alleen maar raadsvergaderingen. Maar zoals het er nu uitziet, zijn er wat mensen van de afdeling voorlichting, wat ambtenaren ten stadhuizen die weer een plannetje hebben. En dat wel even met wat maatjes regelen. En dat gaat, naar ons gevoel, te vaak op die manier op het stadhuis. En zei wethouder Groen niet dat het werk op het stadhuis een crime is? Nou, dat komt mede door de ambtenaren van de afdeling voorlichter die echt, wat ons betreft, beneden de maat zijn. Zich heel druk maken over hun invloed op alles en nog wat, maar wel ons in de weg lopen. En heel bescheiden vragen, zoals een plugje hier, een extra microfooningangetje, dat hebben we al jaren niet gekregen. Dus een beetje boos, maar daarom niet. We blijven berichten uit de lokale politiek brengen. Want dat hoort bij een lokale zender. En zeker één zoals Kleurnet die niet gesubsidieerd is. En dit is dus de meneer van AT5 die ons voor de neus staat. En als we daar dan eens over klagen, staat er in de krant dat we daar altijd ruzie over hebben. En we hebben daar geen ruzie over. We vinden dat gewoon heel vervelend en onprofessioneel van onze collega's. En van de dienstvoorlichting die daar toestemming voor geeft. Want het gaat tenslotte om de raadsleden en niet om de cameraman van AT5. De markt. Ja, Waterlooppleinmarkt bekend. En normaal gesproken houdt hij daar op. Maar ze zijn aan het verbouwen. Er worden allerlei kabels en toestanden in het Waterloopplein gelegd. Dus er is wat ruimte tekort. Dus heeft de marktleiding besloten om hier even uit te bouwen. Er is hier een extra standje en dat is er normaal niet. In het kader van respectloos gedrag door de politie werden we even erop gewezen dat afgelopen week de standhouder die hier stond zomaar is weggestuurd. Opgepakt en weggestuurd, want hij mocht hier niet staan. Dat dit gewoon een officiële plaats nu is, die wordt toegewezen door de marktleiding, deed niet ter zake. Inpakken meneer, wegwezen. En zo gaat dat. Slecht geïnformeerde politie, dat is duidelijk. Maar dat is wat dat betreft typisch Amsterdam. We doen maar als politie. Dus weer een aardig voorbeeldje voor onze rubriek. Respectloos optreden door de Amsterdamse politie. Nog even wat meer politiek. De PvdA hield een discussieavond over het thema: wat doe je met slip? Er zijn plannen om dat in het IJmeer te dumpen, op te slaan, hoe je het maar noemen wilt. En daar hield het PvdA een discussieavond over. Met allerlei sprekers, waaronder
mevrouw Ada Wildekamp, die is gedeputeerde. Maar ook Auke Bijlsma van de gemeenteraad. Allerlei deskundigen, mensen van natuurmonumenten. Die kwamen praten over wat er nou moet gebeuren met Slip. Er zijn allerlei plannen voor. Maar het ziet er naar uit dat we daar toch nog even langer over moeten nadenken. Een PvdA discussieavond. Ik denk dat je daar een verschil moet maken van treiniging die gaat weglopen en van treiniging die dus vast zit en niet wacht. Dan heb je een hele andere manier om van die baan af te komen. Het grootste deel is dus immobiel, dat zit dus vast aan de bagger. En dan denk ik dat je veel meer in de situatie zelf moet kijken, wat doen we ermee? Het zit nou eenmaal in de Zaan, duidelijk is ook verontreinigd. Maar kun je dan niet in het gebied zelf tot een oplossing komen? Op het ogenblik is er een aanvraag van de gemeente Zaanstad om depot te maken onder water in een diepe put in Zaanstad en uitwatersluizen bereid aan mee te maken. Ander probleem is, het is niet een echt probleem. Ander punt is dat verontreinigde bagger nooit op zichzelf staat. Ja, zo'n hele discussieavond met veel sprekers is natuurlijk wat lang om op de televisie te brengen. Maar in ieder geval het is belangrijk om te weten dat ook binnen politieke partijen over dit soort zaken uitputtend gediscussieerd wordt. Met burgers, met deskundigen, met politici die zich uitspreken over wat ze daar nou over willen. En wat wij ervan begrepen is dat baggerslip, dat er eigenlijk nog geen definitieve oplossingen zijn. Dat er naast gestudeerd wordt wat het beste is. In zee, in diepe putten, in het IJmeer. In ieder geval, er waren een aantal mensen naar voren gekomen op deze discussieavond die in ieder geval zeiden, laten we dat IJmeer nou maar schoonhouden.